Hallo mensen en welkom bij een gloednieuwe vlog. Ik ben natuurlijk Mark en het is vandaag de eerste vlog die ik opneem in februari. Holy shit mensen, het is alweer februari. Ongelooflijk. Ik heb enorm veel zin in vandaag. Het is nu ondertussen al 12 uur in de middag. Ik ben lekker de ochtend bezig met het editen van een gamevideo. Ik ben namelijk een beetje aan het vooruitwerken en er moeten nog video's tussendoor nog opgenomen worden. Ik ben zeg maar nu video's aan het maken die een week later online komen dan waar ik nu zit met vooruitwerken, voor degene die het snappen. Ik heb namelijk video's ingepland staan tot en met 21 februari. Ik bedoel, deze video is voor 21 februari. En ik heb alweer eentje klaarstaan die ik moet editen voor 29 februari, de laatste dag van februari. Maar daartussenin zitten nog twee video's. Die moet ik nog gaan opnemen en gaan editen. Dit is in ieder geval een nieuwe game, Poppy Playtime Chapter 3. Deze game die is al 2 weken uit op het moment dat deze video's online komen. Maar goed, het is niet anders. Ik ben er in ieder geval lekker mee bezig. Dit is niet het enige wat ik ga doen vandaag. Ik maak deze video in ieder geval van af. Het is niet zoveel werk. Dan ga ik een beginnetje maken aan de volgende. Aan de tweede of derde aflevering alweer. En dan is het tijd om waarschijnlijk niet naar de loods te gaan. Maar ik denk dat ik misschien eventjes een beginnetje ga maken aan het sorteren van de Lego bovenop zolder. Dat is ook wel een goeie. Want dan wil ik eindelijk dit ding. Dan wil ik eindelijk dit even wegwerken. En dit. Dus dat gaat helemaal goed komen. Daar gaan we ook nog wel voor zorgen. Dat wil ik sowieso wel gedaan hebben. Zo snel mogelijk. En ja, het is afwachten vandaag. Ik heb net eventjes de hond uitgelaten ondertussen. En de video die is ondertussen al klaar. Die staat in de upload. En ik heb hier, nu kom ik in één keer achter bij mijn muis. Daar heb ik serieus in één keer gekke plakketjes of zo onderop zitten. Ik heb geen idee waar dit vandaan komt. Ik zal het er wel even afhalen. Kijk, ik weet niet wat dit is. Geen flauw idee. Het is niet of zo dat hij nu soepeler gaat of zo, want dan gaat gewoon nog hetzelfde. Maar goed, ik weet niet wat het is voor plakketjes. Maar dat is er in ieder geval vanaf. Daar kwam ik in één keer achter net. Leuk om dat te vertellen, dacht ik. In ieder geval, wat kan ik nog meer vertellen of doen? Ik ga zo meteen de volgende gamevideo eventjes in mijn editprogramma zetten. Dat duurt best wel lang voordat hij verwerkt is namelijk. En in die tussentijd, dan ga ik eventjes naar de zolder toe. Dan gaan we eventjes wat Lego verspreiden en sorteren op kleur. Dus dat gaan we zo meteen eventjes doen. Laten we naar boven gaan. Goed mensen, ik sta hier nu boven en ik heb hier zo de hele stapel voor me. Ik heb al een klein beginnetje gemaakt laatst. Goed mensen, ik sta hier nu boven en ik heb laatst al een klein beginnetje gemaakt aan het sorteren op kleur. Ik ben begonnen met geel. Die legt daarachter en dat is nog maar een klein beetje van alles wat hier legt. Dus ik ga hier lekker nog een paar, ik denk een half uurtje sowieso aan werken. Ik moet zo ook eten, dus ik ga eerst ook even eten tussendoor zometeen. En dan vanavond laat ik nog even zien hoe ver ik ben, want ik ben dan sowieso verder dan dit. Dus dat gaat helemaal goed komen. Het is nu 5:15. We gaan zo eten om 5:30 en dan ga ik later vanavond nog eventjes verder. En laat ik vanavond het namelijk zien hoe ver ik ben gekomen. Nou mensen, het is even tijd om te gaan eten nu ik boven klaar ben. En het is tijd voor een soepje met een kaas-uienbrood. Kijk mensen, hier staat het. Dus hier gaan we van genieten. Zo mensen, het is nu ondertussen al 10 uur geweest in de avond. En ik vind het mooi geweest vandaag. Ik heb best wel veel dingen kunnen doen vandaag. En ik ben trouwens blij dat mijn camera gelukkig tegen deze lichtbalk in kan filmen. Want anders zou ik nu eigenlijk gewoon, ja, best wel donker zijn, maar dat is nu dus, dat valt mee. Ik heb in ieder geval enorm genoten van vandaag. Ik heb alles af kunnen krijgen wat ik heb willen doen. Daar ben ik sowieso blij mee. Ik heb goed voor uitgewerkt met mijn gamevideo's. 1 video die is mislukt met uploaden, dus die moet ik even opnieuw gaan uploaden. Opnemen zelfs, maar dat is gelukkig maar een Roblox video en dat is best makkelijk te doen. Dus dat ga ik gewoon even opnieuw opnemen morgen. Voor de rest, helemaal prima.
Komende week, dan hebben wij best wel wat dingen te doen. Er gaat namelijk wat opgehaald worden, wat ik ga vloggen. Dat gaat waarschijnlijk dinsdag al gebeuren. Dus dat is dan in principe voor jullie gisteren. Maar die vlog komt pas volgende week dan online. Dus dan heb ik alvast een vlog voor volgende week. Er gaat iets gebeuren, wat hier naast het huis komt te staan. Wat iets gaat vervangen. En wat best handig is voor de toekomst. Dus dat ga je allemaal wel zien. Meer vertel ik nog niet. Het komt volgende week wel in de vlog voorbij. In ieder geval... Bedankt voor het kijken. Wilt u andere video's van me zien? Klik naast me op de knoppen. Hier abonneren. En ik check jullie volgende week woensdag om 4 uur dus bij een nieuwe vlog. Doei mensen!